doen? Ja. Wat doe jij hier? Ja, ik ben hier piano aan het spelen op dit moment. Okay. Nu niet hoor, maar zo net even. En waar verheug je het meest op? Op de dansjes. Terwijl ik piano speel, gaan andere mensen dansen. Dus nu kan ik kijken hoe anderen dat zo prachtig kunnen. Okay. Of minder prachtig. Filipien, ja. Wat speel jij? Ik ben ik ben meneer de jager en een geitje. Man, wie heeft een boxershort aan? En waar verheug je het meest op? Allebei. Hij heeft een boxers aan! Ik speel Big Ben. En waar verheug je het meest op in deze voorstelling? Op dat we weer voor volle zalen mogen spelen. Nou, dat is een ei. Ik speel de moeder van Broodkapje. Een beetje financiële stabiliteit heeft de romantiek nog nooit fijn gedaan. En waar verheug je het meest op? De backstage stukjes met Carmen. Ik speel een heel oud Broodkapje. En ik verheug me het meest op dat ik vreselijk onderdrukt word door mijn moeder, Frank den Hollander. Ik ben Big Mac en ik ben geit. En journalist, maar vooral Big en geit. Goji bessen, rookte aprikozen. En ik vind zingen dus echt heel leuk. Ik hebben moeders wel gemeen. Ik speel Saskia. Ja, Saskia die zit opgesloten in haar huis, want ze heeft corona. Dus ik ben Saskia. Ernst, bring it home, the baker! Ik ben de grote boze wolf. Die eigenlijk geen grote boze wolf is. Heel aardig, maar niemand snapt het. Luister, ik stond even mee te luisteren. Het moet en heel snel iets van mijn hart. Hart trouwens ook lekker. Scheef je citroen erbij. Doet er niet toe. Ja? Waar verheug ik meest op? Delfzijl. Ik speel het een hele... ik heb in alle theaters in Nederland gespeeld, maar ik zou het liefst nog één keer in de Molenberg spelen. Ja! Ik ben het hoor. Ik speel een hele jonge grootmoeder. Ben ik dement aan het worden of zo? Wat zeg je? Waar je op verheugd? Wat je leuk vindt? Oh, wat ik geheugd? Je gebit zit tegen je huig. Hé hey Jan. Wat doe jij hier? Ja. Ik smeer het broodje. Ik smeer de broodjes en zet de koffie neer. De solo van Bert. Ja, solodans, ja. Die moeten we nog instuderen, maar daar verheug ik me leuk. Ja, ik kijk er vooral heel erg naar uit om mijn familie te zien.